We gaan vandaag een hele leuke rand haken. Ik ben al begonnen zoals je ziet aan de Eva-sjaal, maar ik heb een beetje spijt van de kleur, dus ik ga dit dadelijk weer veranderen. Maar als je blijft kijken, dan zie je welke kleur ik gebruik. En ik zou zeggen, veel plezier met de rand om de Eva-sjaal. En dan gaan we zo beginnen. We gaan beginnen aan de rand voor de puntsjaal. Het wordt een knooprand en de puntsjaal, ja, die hebben we al af. En ik heb hier al, ja, toen ik hem af heb gehad, heb ik een foto gemaakt. Ik zal de link voor de puntsjaal hieronder zetten, zodat je ook de sjaal kan maken. Maar het is ook belangrijk dat je een leuke rand gaat maken. En ik heb hem hier op tekening. Maar ik ga hem gewoon makkelijk uitleggen. Ik heb het patroon uitgeschreven, dus als je dit wilt bestellen, kan het via Facebook. Ik was al begonnen met de rand, maar de kleur is niet naar mijn zin. Dus ik ga deze kleur uithalen. Zie je, het is blauw en je moet toch echt zorgen dat je een beetje de kleuren aanhoudt van je sjaal. En probeer ook dezelfde dikte aan te houden. Deze twee zijn dezelfde dikte, deze kleur, grijs en wit. Dit zijn gewoon eurobollen. En dit is dus super soft, die is iets dunner. Dus ik weet nog niet of ik deze met een dubbelgaren ga pakken of enkel. Maar omdat het knooplussen worden, kijk, deze lussen die worden straks gewoon zo vastgepakt en geknoopt. Maar dan met drie kleurtjes, dus het resultaat wordt dadelijk heel mooi. Ik ga deze rand uithalen, want hier ben ik niet zo gelukkig mee. En dan ga ik beginnen met een ander kleurtje en ik zie je zo terug. Ik heb nu eventjes de blauwe rand eraf gehaald, want die vond ik niet mooi. Je hebt dus nodig een schaartje, haaknaald nummer 6. En een stopnaaldje. En dan begin ik met de grijze kleur. En we maken een opzetlus. Kijk, in die sjaal is aan deze kant is hij vrij recht en aan het uiteinde is hij gegolfd. En hier gaan we dadelijk een V-steek inzetten. Maar ik zal zo even kijken waar ik begin. Maakt niet echt uit. Ik zal aan de grijze kant beginnen. Je steekt in. Even een beetje garen pakken. Je hebt dus je opzetlus. Je steekt in. Je haalt je draad op. Omslaan door 2. Kijk, dan heb je al meteen de eerste vaste gemaakt. En dan ga je een beetje kijken hoeveel ruimte. Kijk, iedereen haakt anders. Dus de ene moet hier 2 vaste inzetten en de ander 3. Maar ik doe nu even 2 vaste en dan zet ik in deze steek weer een vaste. En dan ga ik weer in die volgende opening 2 vaste maken. 1, 2 en dan ga ik weer verder naar de volgende opening en dan kijk ik meteen met 2 vaste of dat deze draad ook lekker soepel meeloopt, want als het te strak is, dan zet je nog 1 vaste erbij en is het te los, ja, dan met 1 vaste red je denk ik niet. Dus dit is het begin. En dit ziet er natuurlijk heel mooi uit, want dit is grijs op grijs. Sorry, ik ben weer aan het praten en aan het haken tegelijk. Dat lukt me niet altijd. En soms neem ik wel die steek mee en soms niet. Maar deze keer neem ik hem toch even op. Dan pak ik toch die opening. Ik probeer bij een rand zo gelijk mogelijk je rand te laten lopen en deze eerste toer wordt aan de rechterkant een toer met vaste. Zie je, hier zit geen steek, dus hier ga je gewoon een vaste in zetten
en je moet zelf even voelen of je er 2 of 3 in doet en of je die hoeken, of je daar een vaste steek in zet. Nou, hier, nee, hier gaat ik gewoon in de grote lus. En als de draad maar lekker soepel mee blijft lopen. En de eerste toer is gewoon altijd even vaste, zodat je daar je lussenrand op kan maken of je knooprand, want het wordt een knooprand, het wordt echt heel leuk. Kijk, en nu zijn we aan de bovenzijde van de sjaal. Ik heb gewoon hier 2 lussen en dit is de hoek en in de hoeken zet je altijd toch nog wel 3 vaste. Kijk, 1, 2, 3, zodat je nooit die hoek krom gaat trekken. Als je te weinig vaste in een hoek zet, dan gaat hij krom trekken. Maar nu komen we aan die schulpjesrand van die puntsjaal en nu ga ik even kijken, ik hou mijn haaknaald zo en dan ga ik 3 lossen maken, 1, 2, 3, en dan zet ik in die bovenste van die schulprand 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, in de 1, 2, 3, in de vierde, daar zet ik een vaste. Dan ga ik hier weer een V inzetten en dan maak ik weer 3 lossen, 1, 2, 3, en dan kom ik op die V uit en dan ga ik weer een V inzetten, een stokje, 2 lossen en weer een stokje. Zie je dat je dan een beetje een rechtere rand hierboven krijgt? Dan ga ik weer 3 lossen maken. 1, 2, 3. In de middelste ga ik een vaste zetten. En weer 3 lossen. En weer in die V-steek een stokje, 2 lossen en een stokje. Kijk, en dit is de eerste toer voor aan de puntsjaal, dus je haakt die lossen aan de rechterkanten en aan de bovenkant haak je die 3 lossen, een V-steek, 2 lossen en weer 3 lossen. En dan zie ik je bij de tweede toer terug. We zijn nu op het einde van de eerste toer. Ik heb nog even 1 vaste. Ik maak er nog. Nee, ik hoef er niet nog 1 vaste. We sluiten de toer hier in deze eerste vaste met een halve vaste. Dus je slaat om en je haalt door 2 lussen. Zie je? Dan heb je het einde van de eerste toer. Dan maak je 1 losse en dan gaan we een vaste in de eerste steek zetten. Dit is je begin van toer 2 en dan gaan we aan de lussen zo beginnen. We gaan nu 7 vaste in elke vaste zetten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en dan gaan we nu aan de lussen beginnen en dat zijn 28 lossen, dus 28 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Dit lijkt lang hoor, maar straks komt hier een knoop in, omdat het een knopenrand wordt en dan, ja, dan is het niet meer zo lang hoor. Dus je pakt nu niet deze steek, maar in de volgende steek zet je een vaste en dan ga je weer 7 vaste doen. Dus dan tel je weer 7 vaste,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nou, dit is toer 2. Zo herhaal je de hele tijd toer 2 en dan zie ik je op het einde weer terug. En we zijn nu op het einde van de tweede toer. In de tweede toer kwam ik precies uit met een lus. En je kijkt ook eventjes naar al je lussen of je ik heb in het verleden een keer een lus te veel gehaakt en toen toen kon ik het pas uithalen. En het is best nog een werkje om al die lussen te krijgen, maar goed, het wordt dadelijk ook heel mooi. Dus het einde van toer 2 met grijs ben ik dus toevallig zo geëindigd, maar als je anders eindigt, dan maakt niet veel uit hoor. Nu gaan we dus toer 2 sluiten. Ik heb hier nog één vaste en we zetten in die van de vorige toer, in die steek, sluiten we de toer met een halve vaste. Dus je haalt hem meteen door. Dan pak je je schaar, je knipt af en je trekt je lus door. En deze die leg ik dadelijk, deze draad leg ik erop, zodat we weer verder kunnen met de volgende toer. In de volgende toer begin ik met wit met een opzetlus. Dit garen is iets dunner dan de vorige. Nou, we beginnen aan toer 3 en toer 3 steken we dus in hier. In deze opening waar we net de toer gesloten hebben. Dus de opzetlus, je pakt je draad weer op, haalt nog een keer om en je haalt door 2. En dan heb je weer al die vaste. Ik leg die draad, leg ik ook meteen over mijn werk heen. En dan ga ik weer op elke vaste een vaste haken. Eén, twee, drie, vier, vijf. Kijk, en nu kan ik ook die draad afknippen of beide draden. Dan is het ook meteen netjes afgewerkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. En we moeten op 8 uitkomen. Die eerste, dit is de begin vaste. Dan gaan we geen 28 stokjes maken, maar we maken, of stokjes, hoe kom ik daar nou bij? 26 lossen. We maken 26 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Maar straks gaan we al die lussen mooi knopen, maar nu zijn we nog met lussen bezig. En dan gaan we, steken we in deze eerste steek. Dus je steekt hier in die eerste steek in en je maakt een vaste. En dan gaan we weer op elke vaste 1, 2, 3 een vaste zetten. 4, 5, 6, 7. En dan ga je weer 26 lossen maken. Dus deze is iets kleiner dan de eerste, tweede toer. Dus toer 3 is 26 lossen, een vaste en weer 7 stokjes. Dus zo maak je heel toer 3 af. En straks als je het resultaat ziet, dan ziet het er ook
heel mooi uit, want dan gaan we het knopen, maar we gaan dadelijk nog één kleurtje erbij pakken. Maar dit is toer 3 en ik zie op het einde van toer 3 weer terug. We zijn nu aangekomen op het einde van de derde toer en we steken in de eerste vaste van het begin van de derde toer. Je haalt je draad op en je haalt hem nog een keer door de lus en je hecht hem af. Ik had de draad al afgeknipt, dus dat is makkelijk. Dan gaan we weer met een ander kleurtje beginnen, maar eerst moet ik even toegeven dat ik had eerst deze kleur gepakt, wit, en ik vond hem niet zo mooi bij de sjaal pakken passen, dus ik heb gebroken wit. Zie je dat er toch een verschil is tussen wit en gebroken wit? Dus ik heb gebroken wit, ik heb het toch even uitgehaald en gebroken wit gedaan en dan ga ik nu met een opzetlus weer beginnen aan de vierde laatste toer en die steken we in die halve vaste die we net hebben gehad. We halen de draad op, dan heb je twee lusjes en ik leg deze draad weer over mijn vaste heen, omslaan door 2. Deze is wel iets dunner, dit garen, maar omdat het toch een rand is, denk ik, nou, ik ga het gewoon toch proberen. En we gaan weer na op elke vaste een vaste zetten. En dan gaan we weer dadelijk die losse doen. Het is wel mooi hoor, als randje. Ook al is dit dunner garen, ik vind toch het komt mooi terug in de sjaal. En ja, op elke vaste een vaste. Kijk, en dan ben je hier al op het eind, dus dan mag je al je begindraadje afknippen. En dan gaan we 28 lossen weer maken. Net als in de, even kijken, tweede toer. Dus 28 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Dus in de vierde toer 28 lossen. We zetten weer een vaste hierin, deze steek. Nou zit mijn draad er net tussen, dus eventjes het bolletje voorlangs. Als je het goed kan zien, dus in die eerste vaste, daar steek je in. Je maakt weer een vaste. En je gaat weer 7 vaste op iedere vaste zetten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. En dan ga je weer 28 lossen maken en dan ga je weer een vaste zetten en 7 vaste. En zo maak je heel toer 4 af en op het laatst, op het einde, dan zie ik je weer terug. Ik ben nu aangekomen op het einde van de vierde toer en we zetten nog even 1 vaste om deze lus vast te maken aan die andere lussen en we maken nu een vaste of een halve vaste, sorry, in de laatste vaste en we maken een halve vaste zo en dan is de vierde toer is klaar en je hecht af, je pakt je schaar, je knipt af en je trekt je lus door. Nou, dan heb je alle lussen klaar. Het ziet er ook wel heel gezellig uit zo met al die lussen. Dan pak je die lus. Oh ja, en ik moet even zeggen, deze, ik weet niet of ik het al gezegd had, de mintgroene is van de Supersoft van de Zeeman en de grijze en de gebroken witte is de Royal van de Zeeman. Dus dan weet je te vinden waar je de wol kan kopen. Je kan de video ook altijd langzamer afspelen door hier op die puntjes te klikken. Er zijn 3
verticale puntjes en dan staat er afspeelsnelheid aanpassen. En je kan ook de ondertiteling aanzetten, dat doe ik ook altijd aan de video's. Maar je pakt nu dus de lussen op van je werk en dan moeten ze, ja, het is een overhandse lus, maar overhands betekent dat je hem vastpakt, je draait hem eigenlijk met twee handen en dan leg je die lus weer terug in die opening. En dit vind ik best moeilijk om te laten zien. En je mag ook niet te hard aan de knoop trekken, want het wordt gewoon een klein, ja, knoopje. Het is ook echt een knoopenrand, zo noem ik hem, de knooprand voor de puntsjaal. Zie je, maar niet te strak aantrekken. Nou, we kunnen nog even oefenen. We pakken de drie lussen, we draaien hem om de duim heen en dan gaan we weer in die opening waar die wijsvinger in zit. Kijk dan in die opening. Daar trek je hem, duw je hem door. En dan heb je alweer nog een knoopje gemaakt. Maar vooralsnog niet te hard de knoop aantrekken, want het is de bedoeling dat er gewoon drie van die lusjes uitkomen. En deze vind ik te strak, dus dan maak ik hem toch iets losser. Dat je die drie lusjes hebt. Zie je? En zo maak je de hele omslagdoek af. En ik zou zeggen dankjewel voor het kijken. En graag abonneren, duimpjes omhoog, abonneren hieronder op mijn foto klikken. En dan zie ik je bij de volgende video graag weer terug. Tot ziens!